In Technopolis in Mechelen hebben 200 kinderen en hun ouders speelgoed getest en beoordeeld in een wedstrijd georganiseerd door een vrije tijdsketen. De winnende spellen krijgen een Fun Award. Onze focus ligt op twee spelletjes, gebaseerd op wetenschap en techniek. En daar heeft de locatie van de wedstrijd natuurlijk alles mee te maken. Technopolis in Mechelen is het decor van de derde editie van de Fun Awards. 200 kinderen en hun ouders testen en evalueren hier 42 stukken speelgoed. Er zijn 9 categorieën naar leeftijd, geslacht en het soort van spelletje. Voor de kinderen telt vooral de amusementswaarde. Maar hun ouders kijken ook naar andere factoren, zoals veiligheid, duurzaamheid en de verhouding prijs-kwaliteit. Ja, je moet met die knikker proberen in het vakje dat je gooit met die dobbelsteen. En dan moet je ook een haai verzetten en dat is dan soms wel moeilijk. Ja, het belangrijkste vind ik dat ze er creatief mee bezig kunnen zijn. Dus dat het ze slimmer maakt, zeg maar. Dat het eruit haalt uit het kind wat erin zit. Dus dat ze eigenlijk, waar het voor bedoeld is, dat daar eigenlijk nog meer mogelijkheden in zitten. Bedoeling van de dag is ook om kinderen warm te maken voor wetenschap. Daarom is er dit jaar een nieuwe categorie in het leven geroepen. Die van het leukste wetenschapsspel of de Technopolis Fun Award. De organisatoren vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen fun beleven, maar ook iets kunnen bijleren tijdens het spelen. Er is een hele leuke doos waar allerhande dingen in zitten, waarmee dat je diverse wetenschappelijke proefjes kan doen, die heel eenvoudig zijn. En dan de andere doos die er is eigenlijk de doos waar je spion bent en dingen moet analyseren en proberen de dief te ontmaskeren, zeg maar. Dit jaar kan er ook online gestemd worden voor de Fun Awards. Wie de eerste Technopolis Fun Award zal winnen is nog een open vraag. Want de resultaten van de volksjury en de online enquête worden pas op 27 september bekendgemaakt. Einde van dit nieuws. Graag tot zo voor het weerbericht.